verdriet en eigenlijk ook wel inspiratie. Wat? Veel inspiratie ook wel. Dat is heel gek. Dus liefde en haat ligt ook heel dicht bij elkaar. Maar inspiratie ook. Ik heb vannacht nog gedroomd over die golfplaten. Die dak, die glowing van de, hè, wat er gebeurt als er zo gruwelijk veel warmte op komt te staan, dan krijg, gaat het gewoon vormen. Dat is wel hartstikke mooi om te zien. Ja, krijg je daar een inspiratie uit? Of? Ja, dat vind ik wel. Probeer het gewoon. Nee, maar ik heb, aan de ene kant zie ik de brute kracht liggen van de brand en zo van, het staat in de brand en we willen en vuur, kracht van het wat er in dat ijzer zichtbaar is. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een soort organische structuur geworden. Ja. Met Patrick? Nou, ik sta nu voor het hek, voor het nieuwe pand en dat doet toch wel zeer. Ja. Maar alles gaat gewoon door. Dus, jij belde voor. Ja. Dat is bizar, hè? Is dat toch? Zwevend in de ruimte laat zweven, gewoon dat als een soort vlammen. Weet je? Het is gewoon een heel traumatisch feest geven. Dat je denkt bij jezelf: oké, we gaan een verdrietsfeest geven. Waar je gewoon alle materialen wat we hier hebben in een ruimte vormgeven. Dat je al je klanten uitnodigt en dat je dan eigenlijk gewoon een after-verdrietfeest